Ja. Voilà. Volgend kamertje. Hè? De sfeer zit erin, hè? Ja. De kop is er nu echt af, zien? Ja. Als de kopper daarnet nog aanhing met een paar bloederige slierten, dan heeft de beul nu zijn bel bovengehaald. Sorry. Rustig. Ja. Rustig. Volgende kamertje. Volgend kamertje. Volgend kamertje. Oké, kamer nummer 3. 3? Hier, deze kamer. Hallo. Ik ga niks zeggen. Ik ga zeggen wat ik zie. Ik zie een bed. Ik zie een pop in een bed. Ik zie een lange zwikzwak. Ik denk cabaret. Nee, Wim. Ik ben Paul van den Bergen, palliatief hulpverlener. U werkt met dode mensen. Ik begrijp uw misverstand. Palliatieve zorg is in de laatste 10, 15 jaar heel goed uitgebouwd. De mensen kennen dat ondertussen, maar het dreigt een misverstand. De mensen denken dat dat alleen terminale zorg is, alleen stervensbegeleiding. En dat is iets dat we wat moeten bijstellen of dat we wat bij willen stellen, dat beeld. Palliatieve zorg begint veel vroeger. Jullie doen nog veel meer. Ja, reeds van bij het begin van een levensbedreigende ziekte, of zeker als die gevorderd is, zorgen wij voor kwaliteit van zorg. Ah, ja. Alle mogelijke ongemakken proberen wij te verhelpen. En dat is belangrijk? Ja, het begint zelfs nog vroeger in die zin. Op het moment dat je nog gezond bent en dat je nog kunt willen, dat je nadenkt over wat je zou willen als je niet meer kunt willen. Mm. Met andere woorden, stel je voor, u bent dubbel zo oud, zit in een rusthuis en u doet een zeer zware beroerte. Moeten we dan nog in allerijl afvoeren naar een rusthuis voor een behandeling die misschien niet zeer zinvol meer is? Ik weet het niet. En die vooral veel ongemak of pijn zelfs kan veroorzaken voor u of voor uw familie. Ja. Of blijft je liever rustig in het vertrouwde rusthuis, omringd door uw familie, met de zorgverstrekkers die je kent? Daarover moeten we nadenken. Ja, nadenken en ook spreken met uw familie wat je wilt, met uw arts, uw huisarts, wat je zou willen. Zodat niemand achteraf moet zeggen van dit hadden we niet gewild, wat er met ons vader gebeurd is. De boodschap is dan aan mij, maar aan iedereen die kijkt, om denk vooraf na over als je sterft, voor je sterft. Absoluut. Wat je zou willen op het moment. Sorry, pardon ook voor het zwikzwak verhaal. Ik wist toen niet, ik kwam van de lachyoga en ik had natuurlijk niet bedacht dat u over de doden. Enfin, u komt niet over de doden. Nee. En waarom de pop? Dat is een idee van de redactie, Wim. De pop is dan de doden en dan zitten wij. Ja. Maar misschien is het niet het idee dat ik in het bed ga liggen en dan leg ik de pop. Is dat goed voor u? Werkt u normaal met de pop? Nee, wij nemen die niet mee. Want dan zet ik de pop op zijn. Ja, heeft de pop een naam? Wel, het is wel belangrijk dat we altijd beseffen dat we met mensen bezig zijn. We spreken tegen mensen, we spreken niet over mensen. Dus in dit geval André of Mireille zou dat André kunnen zijn. Oké, dan ga ik André naast zijn bed liggen. Ja. Hij heeft geen benen. Dan weten we meteen hoe hij gestorven is ook. Zo. Sorry, André. Dus dan ga ik nu in het bed liggen en dan ben ik stervende. En dan lig ik... Hoe ga ik in het bed liggen? Maar heel comfortabel in ieder geval, Wim. Heel op je gemak, zoals je zou rustig willen liggen. Misschien eerder je benen gestrekt, ik weet het niet. Je hoofd goed ondersteund. Ja? Dat je zeker geen stijve nek of zo krijgt. Nee, ja. Ja, ligt je gemakkelijk? Ja. Voilà. Ja. Dus zo... Ja, ik heb al veel mensen weten overlijden, maar nog niemand zo met de handen op de dijen. Leg ze rustig naast u. Ja. Ja, zo ontspannen. Zoals een klein kind nog niet kan spreken, zo kunnen stervenden vaak niet meer spreken. En dan is de hand, of de handen zijn dan een belangrijk instrument van communicatie. De handen als instrument van communicatie. Ja, om te strelen, aanrakingen. Knijpen misschien. Bijvoorbeeld. Dus de handen zo. Ja. En dan lig ik hier. Ja. Heb ik pijn? Wij letten daarop, dat is onze eerste focus, dat we proberen dat je geen pijn of ander ongemak hebt, geen andere symptomen, overmatig zweten, braakneigingen, verwardheid. We proberen daar allemaal op te letten. Oké. Ja. Maar het is meer dan dat natuurlijk. Dat is misschien een ander misverstand. Mensen denken aan palliatieve zorg dat misschien het leven rekken is, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Palliatieve zorg wil geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen aan de dagen. Dus kwaliteit toevoegen aan de dagen. En daarom is het belangrijk dat we ook op andere symptomen letten dan pijn en fysieke symptomen. Dus ook op emotioneel lijden, psychologisch lijden, dat is ook heel belangrijk. Ja.
existentieel, spiritueel lijden. Mensen hebben vaak nog enorm veel emotioneel te lijden. Wel, mensen willen hun verhaal van hun leven afmaken en vaak willen ze daar ook nog iets bij vertellen. Iets dat soms zelfs op de lever ligt. Wat zeggen mensen dan nog? Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld dat ze te veel tijd in hun carrière gestoken hebben ten koste van vrouw en kinderen. Ik herinner me zo iemand, de vrouw die tijdens haar huwelijk homoseksuele gevoelens gehad had voor een vriendin en dat zat op een of andere manier nog in de weg. Ja, ik weet het, en het is een cliché, maar wel, die vrouw wou dat eigenlijk nog vertellen om eigenlijk dat te kunnen loslaten en te kunnen sterven. Ja. Ik weet niet of jij zo van die dingen wilt vertellen, Wim? Nee, ik heb geen homoseksuele neiging gehad tijdens mijn huwelijk. Ja. Of hontro? Nee, zeker niet. Ik heb veel gemasturbeerd. Maar er was niemand bij, dus dat kon. Dus we hebben de houding. We hebben geen pijn. Alles is van de lever. Wat moeten we nog weten? Nou, heb ik de doodsleutel? Dat hangt ervan af, maar we kunnen dat eigenlijk goed onder controle houden. Dat is ook voor de patiënt niet belastend, maar wel voor de familie die dat vaak onverdraaglijk vindt. Hoe klinkt die, de doodsleutel? Ja, ik kan dat niet zo goed nadoen, Wim. Het is, Nee. Het is meer water hier, dat blijft staan. Misschien is uw echtgenote ook bij u, dat je de hand kunt vasthouden. Ja. De echtgenote. De laatste minuut is nu aangebroken. En mijn echtgenote heeft mijn hand vast. Bijvoorbeeld, ja. Ik weet niet welke band dat je had met uw echtgenote. Goed, maar, ja, goed. Dus die heeft mijn hand vast. Ah, ik kan de hand van de... van André... Belangrijk is, Wim, dat jij het ritme bepaalt. Palliatieve zorg wil het leven niet rekken, niet verhaasten. Belangrijk is ook dat je weet nu, Wim, op laatste spreken we je ook, blijven we nog aanspreken, Wim. We weten niet of hij ons hoort, Wim. Enfin, ik zal maar doen alsof, omdat je misschien comateus of subcomateus bent. Dus Wim, wij weten niet of jij ons nog hoort, maar weet dan, Wim, dat hier rond u heel veel mensen zijn die u heel graag hebben. Uw echtgenote, uw kleindochter, die in verwachting is van het eerste kleinkind. Uw zoon, die al uit de States teruggekeerd is. Nog wat familie. Weet Wim dat die mensen allemaal heel erg aan u gehecht zijn. Er is ook veel verdriet. Maar dat is natuurlijk omdat ze u zo graag hebben. En dus al die mensen zijn bij u, Wim, om u te begeleiden tot op het laatst. Zij vergezellen u de laatste stap, Wim. Die moet je wel alleen zetten. Vlaanderen, bedankt. Voilà. Dat ging rap, hè? Ja, het is tv natuurlijk, je moet het een beetje rapper gaan. Maar prachtig. Enfin, enorm interessant. Dank u wel. Ik heb ervan genoten. Enfin, het was geweldig boeiend, ook voor de mensen thuis, denk ik. Dat ze weten dat ze moeten nadenken vooraf. Absoluut, hè? Ja. En tot misschien een andere keer. De mensen thuis ook, die dan weten dat als ze u zien, dan... Dag, André. Oké. Prachtig. Hoi. Ja? Ja. Mooi, hè?